Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wat we buiten ook zien, namelijk dat er heel veel bewolking over Nederland trekt. Met de zuidwestelijke stroming wordt die bewolking aangevoerd en uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen. Tot nu toe viel het met de regenhoeveelheden nog mee. Het was vooral een enkel spatje regen of motregen. De zwaarste regen gebeurde vooral boven de Noordzee. Maar in de namiddag en avond gaat dat veranderen. Dan gaat het regengebied uiteindelijk over het hele land trekken. Dus het wordt overal nog een natte boel. Dat zien we ook op de grote weerkaart. We zien een lage drukgebied liggen ten noordwesten van Schotland. En daaromheen bevinden zich meerdere regengebieden. En die gaan voor slecht weer zorgen. En niet alleen bij ons, maar ook voor het Alpengebied. In eerste instantie bij ons dus regen. Dat trekt vandaag over het land. Trekt vannacht langzaam naar Duitsland weg. En dan moeten we onze blik gaan richten op het gebied hier in het noordwesten van Italië. Daar gaat het dinsdag heel hard regenen. Woensdag blijft het daar ook nog fors regenen. En in de bergen sneeuwen. Er kan zo'n 200 à 300 mm regen vallen. Nou, dat valt bij ons ongeveer in 1/3 deel van het jaar. Dus in 4 maanden tijd. Daar niet in 4 maanden tijd, maar in 48 uur. Daarbij ook nog eens zware sneeuwval boven de 2500 meter. En op de hoogste toppen een orkaanwind. Zeer slecht weer dus in de Alpen de komende 48 uur. Bij ons is het dan gelukkig allemaal wat rustiger. Wij krijgen wel met de regen te maken, maar zeker niet met sneeuw of met wind. De kaartjes voor de Alpen nog even in beeld. We zien vooral veel neerslag in het noordwesten van Italië. Maar let ook op die grens van de Alpen. Het is vooral aan de zuidzijde dat het allemaal valt. Aan de noordzijde blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Woensdag kan er wel een buitje vallen in de noordkant van de Alpen. Maar het echte slechte weer bevindt zich ook dan nog steeds in de zuidelijke regio's. En het zou me niets verbazen als dat het nieuws gaat halen vanwege wateroverlast of vanwege problemen door de wind en de sneeuw. Maar bij ons allemaal dus geen extreem weer. Er waait wel een stevige wind aan zee, windkracht 7. Vooral in het noordwestelijk kustgebied zijn er forse windstoten mogelijk. Maar die leveren weinig problemen op, verwacht ik. Verder in de loop van de dag, in de loop van de middag, vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Op dit moment is het 14 à 15 graden. Vanavond daalt de temperatuur lichtjes naar 12 à 13 graden. En ook dan hebben we perioden met regen. De wind neemt vanavond al wel wat af. En in de nacht neemt de wind verder af. En dan begint de regen langzaam naar Duitsland weg te trekken. Nog steeds geen koude nacht. Minima liggen rond 9 tot 11 graden. En als we dan kijken naar de maxima voor morgen, dan wordt het 11 à 12 graden. De temperatuur gaat morgen dus nauwelijks omhoog. We hebben te maken met veel bewolking. Uit die bewolking kan wat lichte regen of motregen vallen. En dat gebeurt het vaakst in de oostelijke provincies. Vanaf de Noordzee kan er een enkel buitje binnentrekken. Verder ook zeker droge perioden. En met name droge perioden in een strook ongeveer die zo loopt. In de oostelijke helft is het dus wat vaker nat. Heel zwak kan de zon doorbreken. Daar verwacht ik morgen weinig van. Kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat de donderdag er heel aardig uitziet. Zonnige periode, een temperatuur van 11 graden. Woensdag schijnt de zon ook wel af en toe, maar dan zijn er toch wat vaker ook wolken. Blijft wel grotendeels droog. Pas vrijdag lijken we de paraplu weer nodig te hebben. Dan neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.